ontbijtje. Nou ja, dat is eigenlijk altijd een beetje een basic ontbijtje. Ik wil graag afvallen. En ik probeer zoveel mogelijk caloriearme. Nou ja, wel wat calorieën, want anders hou je het als moeder ook niet vol. Maar zo arm mogelijk. En zo lucht mogelijk, zodat het snel verteerd is. Waardoor je natuurlijk snel aan je eigen vetreserves gaat werken om dat weer te verbranden. Dus laten we eens lekker gaan beginnen met ons ontbijtje. Ga daar lekker voor zitten of liggen of ontspan waar je mee bezig bent. En kom lekker tot rust. Zal ik je eens vertellen over deze mesjes. Deze mesjes komen uit Zweden. Ik ben een keer daar geweest. En we hebben deze toen meegenomen. Sindsdien zijn we er zo fan van. Dat we het nog een paar keer naar hebben laten sturen van kennissen die daar wonen. Die hebben dan nog een paar van die mesjes extra opgestuurd. Ik heb ze in verschillende kleuren.
gehad. Ik heb er waarschijnlijk te veel, maar pak ik daar ook nog eentje.
bestaat op 100% plantaardig. Dit is dus een voordeelpak. Schijnbaar zijn ze nooit zo groot of zo. Ik heb geen idee. Wolverine. En er staat er plus 8 vitamines. Zonder palm. Palmolie. Moeilijke ooggebrek, aanspraakgebrek. Blue Band sinds 1923. 100% natuurlijke ingrediënten. Zo. Ja. Er zitten vitamines, zitten A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D en E. Oh, nou, dat is nog weer mooi meegenomen dan. Blue Band. Dit is dus niet gemaakt van koeienmelk, maar van plantjes. Wel even een plakbadje op.
waarom eet je het met boter? Dat is toch niet goed voor je lijn? Dat klopt. Ik heb er ook niet zo heel veel op zitten. Maar anders krijg ik het niet doorgeslikt. Ik vind het altijd zo droge hap. Dat klinkt ook wel leuk.
krijg ik 's ochtends wat meer honger. Dus als ik wakker word, ga ik niet meteen eten. Ik wacht een beetje rond een uur of 9, 10. En dan ga ik pas ontbijten. Het is nu 9 uur. Ik kan het je wel laten zien. Het is nu 9 uur. Ik weet niet of het goed te zien is. Het is 1 minuut over. Oh nee, inmiddels 2 minuten over. Thank you.